Dames en heren, vorige week zondag gaf Jos Verstappen met zijn Arrows een demonstratie op circuitpark Zandvoort. Daarnaast had Arrows ook zijn toezitter meegenomen, waar een aantal mensen met Formule 3000 coureur Mark Webber mee mochten om even de kick van een Formule 1 raceauto te voelen. Het leek de redactie wel aardig om mij in zo'n ding te zetten, dus ging vorige week om 5:30 de wekker om op tijd op Zandvoort te zijn. Kijkt u naar een impressie van mijn racedag door Jos Maathof. Kwart over zeven 's morgens en het is al behoorlijk druk op circuitpark Zandvoort. Bij het Arrows Racing Team wacht men op de aspirant-coureurs. Met de Engelse arts bekijk ik mijn medische onderzoek van Sportmedisch Centrum Papendal. En dan kleding passen. What size do you normally take? This is a 54. It's in between 52 and 54 will be fine. Okay, but maybe 54 will be more comfortable. En de rijdersbriefing. Equally a very important person is your driver today, Mr. Mark Webber, the Arrows F1 test driver. I won't say your life is in his hands, but but obviously he's a very important guy today. Very experienced at what we're doing, obviously, in racing. De zus van coureur Alessandro Nannini zingt over de droom van een jochie. Ik laat alles maar over me komen. En alle anderen die hiermee te maken dood. The death of personal injury. Om te voorkomen dat ik er levend instap en als een pierlana weer uitkom, wordt er een ECG gemaakt en bloeddruk gemeten. Au, die haartjes doen pijn. Sorry. Tier. Instructie bij de wagen samen met concertpianist Bibi Soriadi en andere gastpassagiers. We don't have to wash the car afterwards. No, unless you'd like to. Medisch topoverleg. Zou het over mij gaan? Nou, in alle geval probeert men niets over het hoofd te zien. Droom uitgekomen. Ongelooflijk. Oké. Normaal gesproken krijgt hij wereldwijd concertzalen doodstil. En nu zit hij tussen het enorme lawaai van de Arrows motor en ziet Bibi Soriadi zijn ultieme jongensdroom uitkomen. Oké. Tijd om even met Jos de Bos Verstappen te praten. Nou, daar gaat onze concertpianist, Bibi Soriadi. Je weet, televisiepresentatoren en commentatoren weten het altijd beter. In feite voor het eerst in een Formule 1 racer zitten, als passagier notabene. Waar moet ik nou op letten? Ik zou zeggen, hou je goed vast en hou je hoofd recht. Ja? Ja. Denk je dat ik überhaupt wat zie? Ik denk wel als je een beetje naar links of naar rechts loopt, dat je wel iets kan zien. Ja. Maar ik denk sowieso dat het een enorme ervaring is om eens mee te gaan. Dan heb je in ieder geval een idee, een klein beetje een idee, wat Formule 1 bij is. Een idee van hoe hard het echt kan, toonde Jos zelf toen hij in een van zijn demonstratieronden de beste tijd van Ralf Schumacher op dit circuit van Zandvoort, tot grote vreugde van een kleine 30.000 toeschouwers, met ruim 2 seconden verpletterde. Terwijl Verstappen zijn banden even laat roken, praten wij met onze chauffeur van de dag, Formule 3000 coureur Mark Webber. You're driving everyone around. What kind of experience is there? No, it's a good experience. I think to have the Formula 1 car here, it's very, very good for Holland. You know, the track is I raced here in Formula 3 when the track was much smaller, now it's much bigger. It's fantastic. The track out the back is so much fun. It's good for the public and behind me, you know, they can feel what the Formula 1 is like, and I know they're very excited about Jos Verstappen and the Arrows, and it's a really good day for motorsport that everybody can have a look at what's happening, and it's quite relaxed and it's good fun. En dan is het eindelijk zover, 2:15.
Op een mooie Pinksterdag, in een Arrows in de zon, dat zing ik nu. Toen dacht ik toch echt aan, vluchten kan niet meer. Oké. De kuip is smal en hard. De zespuntsgordel probeert je door de bodem van de wagen te trekken. En de helm, die eerst nog zo licht leek, weegt opeens een kilo of 10. En nu staat hij nog maar stil. Ik zal proberen om mijn indrukken van de rit in de Arrows two-seater in steekwoorden weer te geven. Al op het moment dat je wegrijdt en de auto accelereert, merk je hoe gigantisch de kracht is in zo'n wagen. Hij is waanzinnig snel, met een top van zo'n 285 km per uur. De G-krachten op je lichaam die zijn enorm. En je hoofd slaat af en toe tegen de rollbar. Je schudt van links naar rechts in die kuip. De vering is superkort en keihard. Elke oneffenheid in de baan voel je. In de bochten kwak je echt van links naar rechts. Ja, je kunt wel alles zien, ook al is het in een flits voorbij. En je nek heeft het samen met je rug zwaar te verduren. Bij de Tarzanbocht denk je dat hij doorrijdt naar Velsen Noord en dan op het laatste moment rent hij. Het is werkelijk ongelooflijk als je merkt dat je als het ware als aan een touwtje door die bocht heen getrokken wordt. En opschakelen en terugschakelen, dat doen ze met die lepeltjes aan het stuur. En jij bent na 5 rondjes bijna gebroken, maar heel, heel erg blij met deze ongekende ervaring. Zo, een rit 5 rondjes op Zandvoort is voorbij. Hey Mark, thanks for the ride, man. Dat onze tijd ruim 10 seconden langzamer is dan die van Verstappen is niet belangrijk. Iedere passagier heeft genoten van zijn of haar rit in de Arrows two-seater. En voor de fans van Jos Verstappen was dit dagje Circuitpark Zandvoort echt a day at the races.